Het DNA-leed Krishna Mathura gelooft niet dat wij met de voornemens van de regering een betere tijd tegemoet gaan. Zij typeert de presentatie van de jaarrede door waarnemend president Ashwin Adin als een samenraapsel van goede en slechte ideeën. Zij praat zelf over droombeelden die niet afgestemd zijn op de reële situatie in het land. Voor Mathura is het belangrijk te vernemen hoe de zo gewenste stabiliteit gecreëerd zal worden. De regering heeft aangegeven er is monetaire stabiliteit, absoluut niet. Als je kijkt naar 2015, dan hadden we een monetaire reserve van 600 miljoen. We zijn nu al bij op de helft ervan, 300 miljoen. Dus we zijn bij lange na niet op het niveau wat we hadden in 2010 eigenlijk. Als je kijkt naar begrotingsevenwicht, dan zien we dus dat de inkomsten van Suriname zijn in de buurt van 4 miljard. En de rest van het geld gaat geleend worden. Dus als de uitgave is begroot op 8, zoveel miljard, dan hebben we zeker een verschil daarin. En de regering gaat lenen om het tekort op te vullen. En dat geeft geen evenwicht. Dat is korte termijn oplossing en geen duurzame oplossing. Mathura geeft verder aan dat ze in de begroting gemist heeft wat we op het gebied van productie zullen doen. Ze vraagt zich af wat de regering doet met haar kapotte gezondheidszorg, veiligheids- en onderwijsbeleid als zij geen geld heeft. De minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, heeft tegenover onze nieuwsdienst aangegeven dat de financieel-economische situatie in het land zal verbeteren. Mathura hecht daar echter helemaal geen geloof aan. De minister heeft een reeks van leugens in de afgelopen jaren verteld. En ik begin bij de verkiezingscampagne, waar hij heeft aangegeven in mei, 20 mei weet ik nog, heeft hij een presentatie gehouden, 2015, waar hij zei, of 15 mei, waar hij zei, de economie ziet er eens rooskleurig uit. Hij en de president toen, de toenmalige president, bleek na de verkiezing dat het onjuist was. De minister heeft aangegeven dat met de opening van de raffinaderij van staatsolie de importen van brandstof bijna gehalveerd zouden worden. Niet gebleken. Integendeel is het volk geconfronteerd met brandstofverhoging, waar we nu meer dan 3 SRD aan government take betalen aan de overheid. De regering had aangegeven, diezelfde minister had aangegeven, dat als Newmont in productie zou gaan, dat al onze problemen opgelost zouden worden, want we zouden zoveel geld binnenkrijgen dat we eigenlijk een overschot aan inkomsten zouden hebben. Wel, Newmont is bijkans een jaar al in productie, sinds vorig jaar november in productie. En je ziet dat onze gezondheidszorg kapot gaat. Veiligheid, mensen worden elke dag beroofd, politie heeft niks, geen materiaal. Onderwijs, leerkrachten, staking, bushouders worden niet betaald. Maar los daarvan, de regering is miljarden gaan lenen. Tot zover het DNA-lid Krishna Mathura, met wie wij kort na de presentatie van de jaarrede door waarnemend president Ashwin Adin hebben gesproken. Zij is niet onder de indruk van de jaarrede en doet het zelf weg als een samenraapsel van goede en slechte ideeën.